Ja, boom, zijn we terug. Hier met de zeventigste aflevering van Vivo Valentine. Robert, die je jetlag is weg, toch? Met zeg je? je jetlag is weg. Met jetlag is weg, ja. Kijk. Ik, sla, ik slaap eindelijk weer uh, normaal, maar het wel, heeft wel echt uh, lang geduurd. Uh. Oh ja? ja? Ik vind van West naar Oost is altijd een zware jetlag. Zwaarder dan andersom. Ja, dat blijkt. Uh, ik, ja. Nou ja. Maar goed, vandaag gewoon weer lekker achter je gepit. Oké, okay, dat doe je goed. Dat, uh, dat, dat, uh, daar kom ik nog niet eens aan. Dus dat, nee? Uh, nee, omdat ik s ochtends vroeg, natuurlijk weer sta om iedereen naar school uh, te brengen en zo. Dat, um, hey, um, wat is de hashtag? Ik trek het niet meer. Ik red het niet meer. Ik red het niet meer, dat ja. is het inderdaad. Ja, ja. Al twee dagen trending op, uh, op Twitter. Ja, Nou, en ik kan me de um, paniek bij heel veel mensen goed voorstellen. Kijk, aan de ene kant, heel veel mensen hebben nog niet hun nieuwe energiecontract binnen. Of die, weet ik veel, die hebben een soort uh, langlopend contract bij een groot, grote partij... die niet zomaar eventjes die prijzen openbreekt en het wel een beetje kan leien. Um, ik zelf zit niet bij zo'n partij. Uh, ik heb een soort uh, jaarcontract... Uh, en uh, dat is in de afgelopen periode al twee keer verhoogd. Uh, en om een voorbeeld te geven... Uh, ik betaalde um, 200 nog iets euro in de maand. Dat waren mijn energielasten uh, voordat het hele gezeik begon. En uh, dat werd op een gegeven moment uh, bijna 500 euro. En dat is nu bijna 900 euro geworden. En de energievertegenwoordiger die ik aan de telefoon had... die zei van nou, de kans... Bestaat dat het, het, lijkt, het lijkt aannemelijk. We houden er rekening mee dat de prijzen in ieder geval dit jaar nog een keer verdubbelen. Mm. Um, en misschien wel verdrievoudigen. Dat betekent dat ik 2500 euro in de maand ga betalen aan energie. En ik kan onmogelijk de enige zijn. Mm -hmm. En uh, ik, als je kijkt naar mijn verbruik, het is echt niet bijzonder. Mm -hmm. je? Ik wil. En wow. ja, volgens mij, nou, dat is ook een beetje de aanleiding van de hashtag: ik red het niet meer. Dat, je zag op Twitter een aantal verhalen: van: zag één iemand voorbij komen die had um, een inkomen met toeslagen van rond de 1400 euro, betaalde um, uh, iets van uh, 6, 600 euro aan huur en 450 euro nu aan energiekosten. Ja. En volgens mij had jij het vorige keer toen we net voor de opname vertelden dat die verhoging eraan zat te komen. En toen kreeg ik diezelfde avond na een verhoging, de, de derde verhoging geloof ik, van. 75 euro naar toen 150, nu 213. En dat was voor dat uh, Poetin gewoon openlijk vertelde dat, uh, dat er niks mis is met de Nord Stream ja. gaspijpleiding, maar hij gewoon geen gas wil leveren omdat hij de sancties van het westen zat is. Ja. Dus die verdubbeling en ver, of verdriedubbeling, dat lijkt me een, uh, ja, geen gek situatie. <coughs> Sorry, ik blijf er maar. <coughs> ik verschlik me er gewoon in. Um... We hebben, um, laat ik zo zeggen, in de ontzettend hemel fucking tergende reactie die wij zien vanuit de politiek, die mm. altijd zo... Het is altijd reactief, weet je. Er wordt nooit vooruit gekeken. Van niemand had dit zien aankomen. Wat, de inflatie. <laughs> het werd op het NOS-journaal gezegd, letterlijk. Ik heb een tweet van Willem Middelkoop voorbij zien komen, uh, dat op het NOS-journaal werd gezegd van niemand zag de inflatie aankomen. Ik bedoel, de inflatie wordt letterlijk al... Het wordt al, al, al sinds 2008 wordt er over gesproken dat mm. dit gaat gebeuren. Ik bedoel, er wordt geld gecreëerd uit het niets om een schuldencrisis op te lossen. Dat heeft maar één uitkomst. Dat is of een, um, een zogenaamde crack of boom, zoals Mies het, het omschrijft. Dat is, een, dat, is, dat is eigenlijk een ontploffing in hyperinflatie. Of als er kaart aan de rem wordt getrokken, dan uh, gaan we een soort uh, uh, implosie zien van de economie. En dan valt ook alles omver. In beide, beide scenario's zijn extreem slecht. En wat zien we de ECB nu doen? Uh, en niet alleen de ECB, de FED doet hetzelfde. Uh, ze trekken aan de handrem, want de rentes gaan omhoog. Maar ze blijven het gas wel indrukken, want uh, de, uh, er moet geldcreatie plaatsvinden. Want de schulden in Zuid-Europa en zometeen en nu gas weer en corona en weet ik veel wat voor... Kut ze nog meer verzinnen, maar, maar dit, dit is wat ze aan het doen zijn. Weet je, dus ze zijn het gas in aan het trappen terwijl ze aan de handrem trekken. Nou ja, goed, er gebeurt van alles, maar een, een, een fatsoenlijk op de weg blijven, dat lukt niet meer. Mm -hmm. En dat is wat, wat hier gebeurt. Weet je, ik wil. We zien uh, Engeland, uh, die nieuwe uh, uh, dame die daar uh, door het World Economic Forum, uh, uh, die nu het World Economic Forum verdedigt. Uh, ver <laughs> in de zij is geprenatiseerd door <laughs> ja. uh, Klaus Schwab, ja. inderdaad. En um, List ja, Trust, list, inderdaad. Uh, Les Trust. En uh, zij, uh, uh, zij heeft gezegd: 120 miljard pond wordt er. Uh, Um, er wordt er vrijgemaakt, vrijgemaakt. Er wordt, mm. wordt helemaal niks vrijgemaakt. Het wordt, gewoon, het wordt geleend, het wordt uit het niets gecreëerd. Mm -hmm. um, Wat ook weer belachelijk is, want die Liz werd dus net zoals Boris Johnson... een beetje geroemd om haar free marketeering. Ja. Het is een ja, tot, totdat, je, totdat je, uh, je daar zit. In ja, inderdaad. dan ja. is het klaar. Er is geen free marketer. Alleen Thatcher heeft het gepresteerd om die yeah. normen en waarden trouw te blijven... toen ze eenmaal uh, minister-president was van... Mm -hmm. uh, van Groot-Brittannië is. De enige, echt het enige voorbeeld. En ook in de jaren 80, in een vergelijkbare situatie. Want in 81 hadden we ook een zware inflatie hmm. van, van 10 tot, tot zelfs tot 12 procent. Dus wat dat betreft, um, overigens zitten we daar nu ver boven. Het was een ander meetsysteem. Dus als je dan op het NOS Channel hoort: van nou, ah, maar in jaar jaren toch was het ook erg. Dan zijn we ook bovenop gekomen. Nee, het was bij lange na niet zo erg. Want de manier waarop inflatie werd gemeten, was in de jaren 80. wezenlijk anders dan dat het nu is. Hmm. Dus. Um, ja, ik geloof, ik heb, ik heb een keer ersuives voorbij gekomen dat we tussen de 20 en de 30% uh, zouden zitten als we de, de meetmechaniek. De meetmethodes van de jaren 80 nu zouden, zouden toepassen. Ja. En dat, dat is rampzalig. Dat is echt zware ja. inflatie. En, en dat er dan gezegd wordt: van ja, we zagen het niet aankomen. We hebben het dus niet gewoest. Ja. Ja, <laughs> ik weet het niet. Weet je. Dat is toch niet helemaal uh, zuivere koffie. Nee. Dit, dit hebben ze donders goed uh, kunnen zien aankomen. Ik word er ook gewoon helemaal. Ik word er echt. Ja, ik word sowieso, we uh, had het net al een beetje over, zeg maar, tijdens het, het voorbereiden van de podcast, zeg maar, ik word ook gewoon moe van het nieuws, van de mensen, van hun hoofden, van hun uitspraken. Weet je? Kaagdien had weer gezegd van, uh, wat zei ze nou? Maar het uh. maakt niet uit wat ze zegt. Er komt geluid uit, maar ja, ze zegt ja. eigenlijk niks. <laughs> ja, maar. <laughs> nee, maar zij heeft geen verstand van economie. Nee. En dat is wat je dan op een gegeven moment krijgt. Dat is, zij is niet de enige. Ik bedoel, Rob Jetten is ook een kleuter in een maatpak. Weet je? En, en die he dat hele kabinet bestaat uit mensen... waarvan ik, die, waarvan ik echt betwijfel of ze ook maar enig idee hebben wat voor ze over Nederland aan het uitrollen zijn. Mm -hmm. Echt niks. Ik bedoel, als het gaat om stikstofbeleid, CO2, klimaattransitie, uh, 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 Poetin, uh, de, de, de energiecrisis die nu... Ze doen niks, ze kunnen niks en ze begrijpen niks. En in die zin is het misschien wel een goede uh, vertegenwoordiging van het Nederlands volk. Want ik denk dat over het algemeen de dwarsdoorsnede van de Nederlander, daar is ook bitter weinig kennis aanwezig. En ook weinig interesse en uh, nou ja, het is inderdaad die eigen verantwoordelijkheid die niet meer genomen wordt. En dat is ook een beetje het probleem wat ik heb met, uh, met zeg maar het wijzen naar KG en, en Jetten, Wat inderdaad mensen zijn die niks klaarspelen. Maar ik merk dat ik gewoon zo'n aversie begin op te bouwen voor het hele politieke systeem zeg maar, ja. waarbij, waar we nu in zitten... En, en ik wil eigenlijk ook mijn fiat er niet meer aan geven. Zo van, dit is... Als libertariër, nu pas. Anno 2022. Ja, ja, nou ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk heel, heel lang actief uh, en nog steeds actief voor de, voor de, voor de LP als libertariër. Maar dan, ja. het is natuurlijk ook een beetje meedoen met, met de, de, de Clowns World uh, poppenkast. Uh, ja. Alleen je denkt dat je het, het trucje op het fietsje beter kan dan ja. de rest. En dat geloof ik ook. Maar misschien, it, it, ja, ik weet het niet. Het is... Want heel veel mensen die zijn. Wat er net ook over dat Mensen die blijven een beetje hangen. in wat gaan we dan nu doen? Zeg maar. Wie moet ik dan daar neerzetten? Welke andere mensen zijn beter? En het, de alternatieven zijn blijkbaar voor mensen niet sprekend genoeg. En dan kan me dat ook indenken. Maar dat komt ook omdat het systeem. Ja, het is niet opgezet. Uh, ik stuur je van de week. Die, 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 um, het filmpje door van Larkin Rose. Die anarcho capitalist Ja, over, vond... over, over slavernij. Ja, over ja. de Jones Plantation. Ja. En ik vond het ja, ja. een van hele. Mooie vergelijking, dat, dat, dat was het verhaal van, fictief verhaal volgens mij, van een slavenhouder, Mr. Jones. En het die... is zeker fictief, maar het is een mooi, mooi, mooie illustratie, een anekdote. Ja, ja. ja hoe, hoe zijn hij, en dat was vast in die tijd vaker zo, moeite had met het in het grill houden van zijn slaven. En vervolgens had hij, had hij iemand gehoord, een andere slavenhouder, die zei van je moet even Mr. Smith inhuren, die, die gaat je wel helpen. En vervolgens um, zegt die minister Smit... Ja, je moet mij eventjes mijn werk laten doen. Wat ik ook zeg, je moet alleen maar beamen en niet, niet tegenspreken. En die minister Smit begint dan te vertellen van, tegen die slaven... vanaf nu af aan zijn jullie vrij. Jullie zijn vrije mensen, jullie kunnen gaan en staan waar jullie willen... maar pas op, niemand, niet iedereen is zo um, vrijgevig als wij. Dus als je rond het trein afgaat... Ja, dan kan de kans bestaan dat een andere slavenhouder... Jou, jou, jou pakt en weer als slaaf um, te werk gaat zetten. Dus misschien is het beter om hier te blijven... Gewoon vrijwillig te werken. En dat we samen deze plantage gewoon draaiende houden. En die mensen zijn natuurlijk helemaal blij van: oh, we zijn vrij. Ja, dan gaan we dat doen. En vervolgens wordt er iemand betrapt op het stelen van iets wat hij zoveel wil verkopen. Wordt dan gestraft op de oude manier. En dan zegt die slaaf: maar ja, maar als wij nog steeds worden gestraft op de oude manier. waarom zijn we dan wel echt vrij? En toen zei: hoe kan je dat nou zeggen? Toen zei jullie vrij. Jullie kunnen gaan en staan waar jullie willen. Um, en ik denk dat het alleen maar eerlijk is dat mensen die zeg maar um, ons willen ondermijnen als collectief dat die gestraft worden weet je wel en, um, ja, en het is ook handig denk dat Mr. Jones gewoon de leiding houdt want hij heeft gewoon de meeste ervaring en volgens komt later komt dan in het verhaal uh, de, de, de neef van uh, Mr. Jones erbij en die zegt van ja we gaan nu, jullie mogen nu stemmen Weet je, deze mensen hebben allebei ervaring met het leiden van een plantage. Jullie mogen stemmen welke, welke is de beste. dan hebben jullie eigenlijk het voor het zeggen, wie het hier voor het zeggen heeft. Dus eigenlijk zijn jullie dan degene die het voor het zeggen hebben. Ja. Je, het is exact gewoon onze democratie. we worden gewoon elke keer uh, stilgehouden, omdat je stemt en denkt van nou dan heb ik het voor het zeggen. Ja, ik, heb dus, ik heb het zelf over me afgeroepen. Of ik heb op de tegenpartij gestemd, maar dan toch meegenomen met het systeem. En ik denk dat we gewoon nu een, een groot besef moeten gaan creëren dat dat hele. Dat we allemaal op een Jones plantation leven en dat het kiezen. Maar mensen is tussen willen kaart dat niet zien. Nee. Maar, maar kijk, dat is het ding. In die, op die, de situatie waar die slaven in zitten, uh, daarvan weten ze dat ze slaven zijn. En uh, als iemand zegt van jullie zijn vrij, dan, dan voelt dat alsof ze een cadeautje krijgen. Mm. Weet je, en dat is het verschil met nu, is dat je ziet van mensen, ik denk dat mensen zich niet realiseren dat ze in exact diezelfde situatie zitten. Ze zijn slaven. Mm -hmm. Ze zitten gevangen in hun hypotheek, in hun, in hun schulden, in hun energierekening en uh, uh, weet ik van wat voor verplichtingen ze allemaal zijn aangegaan. Dus ze zitten aan hun nek en ze kunnen nergens naartoe. Mm -hmm. En, dat, um, uh, en je, je ziet wel datzelfde taalgebruik, waar jij nu voorbeeld... Ik weet nog dat Rutte zei over die coronamaatregelen. maatregelen Stopt als jullie het willen, ja, weet je, het stopt ja, als ja, jullie het ja. willen. Je, kun, je bent vrij om te gaan en staan waar je wil. Het stopt helemaal niet. Weet je? Dat is de <laughs> hele ding. Het stopt niet. En dat, um, uh, dat, is, dat is opvallend, er is een verschil. En ik zie juist die mensen. Je moet mensen uitleggen dat ze niet vrij zijn, voordat mm. ze begrijpen waarom ze niet vrij zijn. Maar als mensen zoiets hebben van nee man, ik ben vrij. Weet je, en dat is inderdaad wat zo goed aan die, aan die anekdote, aan het voorbeeld. Weet je, als je gewoon mensen vertelt: je bent vrij. Kijk, daarin zit het hele probleem. Vrijheid kan per definitie niet gegeven worden. Je bent vrij, je bent vrijgeboren. Je, je vrijheid kan worden afgenomen. En op dat ogenblik kunnen je alleen maar terugnemen. Maar hij kan nooit gekregen, hij kan nooit gegeven worden. Want als jij vrijheid van iemand krijgt, dan is het voorwaardelijk. Er zijn altijd voorwaarden aan hoe je dat krijgt. Wanneer is het niet voorwaardelijk als je de vrijheid neemt? En het probleem in Nederland is dat er is geen vrijheid is in ons huidige systeem. Mm. We zijn niet vrij. Je ben, en het, het wordt zichtbaar nu. En dat is het pijnlijke eraan. Weet je? Ik bedoel, we zagen in Zwitserland en, uh, zag ik een tweet voorbij komen van Widdelmiddelkoop. Uh, waarin ze een regel hebben dat als je je gasgestookte huis boven de 19 graden uh, stookt. dat je boetes of misschien wel gevangenisstraf riskeert. In Zwitserland. In fucking Zwitserland. Wat ja, je. Is zo ver afgedwaald. Echt het innormaal. De definitie van vrijheid, van onafhankelijkheid, van, van soevereiniteit. Mm -hmm. Daarin krijg je een gevangenisstraf als je je verwarming aanzet. Ja, ja. Het, maar serieus, het is. Het is insane. Ik bedoel, we zijn. We hebben een tijd gehad waarbij we. Zoiets hadden van. Oh, dit, is, dit is nog grappiger dan South Park. Net South Park. We ja. zijn nu. We zijn drie hoofdstukken, drie stations verder uh, uh, dan South Park. Het is niet meer grappig. Mm -hmm. Weet je? En dat is ook. Dat, Letterlijk het, het probleem wat ik heb met die onderwerpen, weet je? Dat je mm. in het begin we waren er over aan het lachen, weet je? Mm. Van, kijk, nou, dat is toch fucking grappig, hoe komen ze erbij, botkapjes ha, 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 yeah. je? <laughs> en nu hebben ze iets van, ja, het is leuk en aardig, maar die, die, maar die, 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 die crackdown mm -hmm. wordt, wordt erger en erger en erger. Weet je, en zometeen, um, ik bedoel, jouw slimme meter thuis en ik ik spreek tegen alle kijkers die een slimme meter thuis hebben. Die wordt straks gebruikt als tool tegen jou. Die meter is niet slim. Die is helemaal niet slim. Nee, het enige wat hij doet is gewoon heel veel data doorgeven aan de overheid. En de overheid kan je gewoon zeggen van: Oh, oh meneer. Nou, natuurlijk heeft hij zoveel energie gebruikt. Deze? En gas ook nog eens een keertje. Nou, dat komt. Uh, de, de schaars hier hoor. De raduur. Dus uh, nee, die knop gaat ingedrukt worden. Nu klaar. Nu afgelopen. Mm. Weet je? En hier is ook nog een boete erbij. En mm. als, je, als je nog gaat zeuren ook, dan ga je de bak in. En, mm. Ja, ik. Ik denk dat, het, uh, dat mensen zich moeten realiseren dat dit aan het gebeuren is. En de gemiddelde Nederlander wil het niet horen. Nee, nee. dat was. En ik als je. Um, ik denk dat het ook enger is. Want het is, een, het is echt een totaalcontrole. Want het gaat inderdaad gewoon om. Op, uiteindelijk, als die gasrekening van nu inderdaad verdubbeld of verdrietig dan gaat het waarschijnlijk om je hele inkomen. Ja, veel mensen. En dan, ja, dan kan je dus geen, geen kant op. En dan zijn ze nu natuurlijk bezig met. Um, Weer, weer een sigaar uit eigen doos. Dus we gaan dan compenseren uh, in plaats ja. van... Want dat is ook weer een ding. We gaan compenseren, niet de belasting verlagen, zeg maar. Maar dat is eigenlijk dat is de enige knop waar nu nog aan gedraaid moet worden. Elke belasting die je maar zo'n beetje... De overheid verdient bakken met geld aan die energierekening. Ja. De energiemaatschappijen krijgen de schuld. Weet je mm -hmm. van, ja, maar die zijn de smerige zakkenvullers. Mm -hmm. De overheid is de allergrootste zakkenvuller. Mm -hmm. ik, ik, ik bedoel, die, als je naar de benzineprijzen kijkt, 60% van de benzineprijzen... Prijs, of, of de, de wat je betaalt voor een liter benzine, is gewoon zijn accijns belasting. en belasting. Ja. Mm -hmm. Dus ik weet niet, weet je, dan hebben ze dat een heel klein beetje verlaagd. Weet je, nou, oh, nu betalen we nog maar 2 euro per liter. Oh. Ja. Goed, oké, okay, maar, maar de overheid is aan het verdienen. Mm -hmm. en, dat, uh, en ook op die gasprijs, en ook op de elektriciteitsprijs, daar zitten gewoon accijns op. Ik weet niet wat het exact is, maar dat. Um... Ik was net, ik heb het ook niet gevonden. Ik was ook nieuwsgierig, omdat ik wist dat het. Op, nou, volgens mij is het nou, een overgroot deel, een substantieel deel is belasting. Dus als je iets wilt doen aan deze crisis, dan kan je ten eerste gewoon die belasting afschaffen. Ja. Gewoon helemaal afschaffen. En je kan uh, werk maken van uh, um, een van de grootste gasvelden ter wereld, wat in ja. Groningen ligt. Uh, um, mij het grootste misschien zelfs wel in Europa. En dat gewoon weer gaan, gaan gebruiken. En dan snap ik dat er mensen zijn die in de omgeving wonen die last hebben van... Uh, Aardbevingen, ja, maar dan moet je, mag gezien de gasprijzen nu, dat geld wat je verdient daarmee gewoon gebruiken om, uh, om te compenseren. Maar er is, er, is, er is, ik denk ook dat er gewoon daadwerkelijk geen echte um, zin is vanuit Politiek Den Haag om mensen te helpen. Want als je kijkt. Nee, omdat waarom zouden ze? Kijk, dat ja. is het vervelende. Ze blijven toch wel op rutte stemmen. Ja. En dat is, het, dat is het krankzinnige. Weet je, ik bedoel, we worden gewoon echt we worden afgemaakt op dit ogenblik mm -hmm. en het is een, het is nog het is nog overdrachtelijk weet je het is nog niet letterlijk uh, weet je je wordt financieel wordt je echt worden we echt met z'n allen in elkaar getrapt door, mm -hmm. Rutte, door, door, door dit kabinet um, maar het is niet um, um, het is niet zo zichtbaar en er wordt de hele tijd gewezen ja, het is Poetin met die energieprijs. het bizarre is Poetin verdient ook gewoon aan, um, uh, aan die hoge gasprijs. Dus al het gas wat verkocht wordt... en dat gaat dan nu via India en China... en God weet en Turkije en weet ik wat... gaat het allemaal nog naar Europa. Betalen we betalen er drie keer zoveel voor. Mm -hmm. en dat, en maar maar uh, Gazprom heeft meer winst gemaakt dan ooit. Die hebben net 10 miljard overgemaakt... naar, uh, naar Poetin en zijn regering. Waarom? Want ze gewoon een, een recordwinst hebben gemaakt. En dat... Weet je, het idee dat die sancties ertoe zouden leiden dat Poetin stopt met oorlog voeren in Oekraïne is echt krankzinnig. Dus geef mij één voorbeeld waarin sancties gewerkt hebben. Weet je, het enige wat er gebeurt met sancties is dat de lokale bevolking het slachtoffer is. En de gewone Europeaan en de gewone Rus, die zijn allemaal slachtoffer van deze politieke elite en daar hoort Poetin ook bij maar daar hoort onze EU uh, bureaucratische laag ook bij en in Nederland ook het is allemaal hetzelfde um, die denken dat, um, uh, dat ze elkaar het leven zuur kunnen maken met uh, uh, met, met met sancties en uiteindelijk het is het gewoon de gewone burger betaald. Mm -hmm. die is dat is gewoon de, degene die betaalt en we zijn met z'n allen we zijn nu echt ja ik weet niet als je Um, ik hoop dat mensen wakker worden als ze straks inderdaad, dat is mijn enige positieve ding eraan van. Als als je inderdaad straks 2.000, 3000 euro per maand uh, moet aftikken voor je energierekening, dat kan gewoon 80% van Nederlands kan Nederlands niet betalen. Wat mm -hmm. gebeurt er dan? En dat, nou ja, goed, we, we hebben een klein uh, idee gekregen van wat er dan gebeurt. We zagen Liz Trust, uh, waar we net over hadden in de UK. Mm -hmm. Die heeft uh, 100, een pakket van 120 miljard pond uh, samengesteld voor uh, uh, om de. Uh, Energieprijzen subsidiëren en nog eens een keertje 40 miljard pond voor, voor kleine bedrijven. Dus de, um, wat je ziet is dat um, ja, er wordt gewoon een gigantische zak geld uh, ge, gecreëerd Want dat mm -hmm. is, ik bedoel, het, het is gewoon een schuld. Een schuld betekent automatisch, geld is schuld. En dat betekent dat er een schuld wordt aangaan, dat betekent dat er geld gecreëerd wordt. Um, wat weer leidt tot meer inflatie. Mm -hmm. Dus het geld wat je hebt wordt minder waard. En dat is het. Dat mensen dat niet doorzien. Uh, en dat is misschien ook niet zo logisch, weet je. Maar op het moment dat er dat de balans van de ECB groeit, weet je, dat er meer euro's in omloop komen. Want hetzelfde wat er in de UK gebeurt, gebeurt namelijk ook hier. Uh, ik geloof dat. Uh, um, Duitsland uh, ook richting de 80 miljard uh, heeft vrijgemaakt om uh, um, ja, mensen te compenseren voor die hoge gasprijs. Uh, we gaan dat ongetwijfeld in Nederland ook, zo, gaan we ook zoiets zien. En dat, um, ja, volgens mij zijn ze op Europees niveau bezig om te kijken naar compensatie van uh, Maar het gasprijzen. maakt niet uit op welk niveau. Als ze geld aan het creëren zijn, betekent dat we meer nee. inflatie mm -hmm. hebben. Betekent dat de koopkracht van die euro afneemt. En betekent dat gasprijzen omhoog zullen gaan. Mm -hmm. Dus het, je kan compenseren wat je wil. Maar je kunt niet een zinkend schip... Een uh, 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 soort van dat, dat, dat tij keren door er meer water in te scheppen. Mm -hmm. Dat is wat er met de euro nu aan had. En ik vind het ook interessant. Hè, want... Die, die, die discussies de hele tijd. Van ja, maar het is, het is Poetin. Hè? Dus oké, okay, weet je. Zoals als je daar mee gaat. Weet je, wat Poetin heeft gedaan in Oekraïne, dat, dat kan echt niet. Weet je, ze zijn een ander land binnengevallen. We willen geen oorlog. Wij zijn helemaal tegen oorlog, tegen geweld. Dit zou niet moeten mogen. Um, je kunt je afvragen: van oké, okay, um, als dat. Um, als. De, stel je voor dat dus die. die, die um, Laten we, laten we zo zeggen, als je helemaal als je zo ver gaat uitzoomen en gaat kijken wat is nou werkelijk het probleem, wat is nou het probleem met Rusland? Um, dan zie je dat er een ongelijkheid zit in, um, in, 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 in kracht tussen het EU-blok en de Russen. En dat heeft met energie te maken. Dus geld, het geld dat wij hebben in zijn totaliteit, de volledige hoeveelheid euro's die er bestaan, vertegenwoordigen de hele. Productie uh, van goederen en diensten die we hebben in de EU. Dat is wat geld is. Geld is een abstractie van al die productie, van alle dingen die gemaakt worden, en alle diensten die geleverd worden in de EU. En um, als er meer geld bij komt, maar er zijn dezelfde hoeveelheid goederen en diensten, nou dan, dan zul je zien dat er het, uh, een grotere hoeveelheid geld concurreert voor die goederen en diensten. En dan uh, zul je dus zien dat prijzen gaan stijgen. Want er wordt meer geboden op die goederen en diensten, meer geld. Nou, wat, wat gaat er gebeuren als die goederen en diensten minder worden? Dan heb je dus uh, uh, dezelfde hoeveelheid geld, dezelfde, afhankelijk uh, dezelfde, dezelfde hoeveelheid geld, die concurreert voor een kleinere groep goederen en diensten. Dat betekent ook dat de prijzen omhoog gaan. En nu hebben we beide. Nu hebben we namelijk. Minder goede, goederen en diensten. Want je ziet dat de, uh, de industrie is ermee aan het stoppen vanwege de hoge energieprijzen. Bakkers in Duitsland zijn ermee aan het stoppen. Een aluminiumfabriek uh, bij Den Haag in de buurt is ermee gestopt. Uh, dat gaat allemaal uit. Uh, dus minder goederen en diensten. Maar er komen nieuwe pakketten bij. Dus meer geld. En sowieso hoor. Ik bedoel, de, de, er is al de hele tijd ontzettend veel geldcreatie. Maar dat blijft doorgaan. Maar die goederen en diensten worden minder. Dan ga je dus nog veel meer inflatie krijgen. En dan. Dat, die visieuze cirkel, als je daaruit wil komen, dat betekent dat je radicaal de geldhoeveelheid moet verkleinen. Um, of je moet op een of andere manier van elkaar krijgen dat die goederen en diensten um, toenemen, dat er mm. meer wordt geproduceerd. Nou, dat hoeveel er geproduceerd wordt, daarvoor zijn we, wat is het 80% afhankelijk van, van de Russen, omdat de hele Duitse industrie draait op goedkope energie uit Rusland. Als je, daar, als je dat stopt, dan valt toch je goedkope productie in elkaar. Die gaat dan heel duur worden. Waarom wordt die heel duur? Omdat de goederen die je hebt moeten uh, 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 betaald worden met een toename van hoeveelheid geld. Omdat je moet opvangen het effect van het wegvallen van goedkope energie. Je hebt dus dure energie, dus je moet meer betalen. Dat betekent meer geld, want uh, dat komt uit uh, geldcreatie. Uh, moet dat probleem oplossen. Dat is een visieuze cirkel. En die visieuze cirkel leidt tot hyperinflatie. En dat is dat hoor je economen al, weet ik veel, al decennia lang zeggen. Weet je, ik bedoel, de, de economen uit de Oostenrijkse school zijn daar al, um, die zijn er al meer dan honderd jaar mee bezig dat mm. dit gebeurt. Mm -hmm. En dan hebben we een, op een gegeven moment hadden ze een opleving in Amerika, was dat hier ook Casia die 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 kwam ermee. En hier hoorde je de, vaak ook van de, weet je, de, de socialistische partijen kwamen mee dat geld creëert, weet je, de modern, mo, modern, mo, wat is het? De monetary. Mo monetary theory, de MMT mm -hmm. um, of de Magic Money Tree zoals genoemd. Die wat eigenlijk zei van ja, maar we kunnen unlimited geld creëren. Er zijn toch geen gevolgen, want als er gevolgen zouden zijn, verhoog je gewoon wat belasting. Nou, nu kun je zien wat er gebeurt als je dat doet. Mm -hmm. En wat elke Oostenrijkse econoom al meer dan 100 jaar zegt: dit is het effect van geldcreatie. Het is een vicieuze cirkel, het is een spiraal naar beneden. Uh, er is geen ontkomen aan of een crack-or-boom, hyperinflatie, of een uh, volledige deflatoire crash. En dat is gewoon de, de, de market crash. Nou, en we zitten daar nu in en er is geen, er is geen weg uit. En mm -hmm. dat, is, dat is het enige wat ik, waarbij ik zoiets heb van... die krachten zijn zo sterk, die zijn zoveel sterker dan onze politieke krachten... Mm -hmm. dat ik zoiets heb van, ja, maar dit is... zelfs hoe incompetent ons kabinet is... Um, het maakt niet zoveel uit wat ze doen. Want we zijn deze achtbaan ingestapt. En we kunnen er niet meer uit. En dit, dit, is, dit zijn gewoon de, de krachten van de markt. En die politie, die politie proberen kosten wat het kost grip te krijgen op die dynamiek. Door bijvoorbeeld, dan maar iedereen zijn vrijheid weg. weet je, Dan maar een totalitair central bank digital currency systeem. Waarbij we alles kunnen controleren. Inclusief de geldhoeveelheid en de goederen en de die het Kunnen we alles controleren. Het dondert niet. Het is niet hoe de mens functioneert. De mens zal altijd handelen naar zijn, uh, naar zijn incentives. En die incentives zijn gewoon van: je gaat niet iets tegen verlies verkopen. Uh, je gaat proberen, uh, je kostbare uh, tijd die je investeert in iets, het produceren van iets, of weet ik veel, op een andere manier van een goed of een dienst. Uh, daarvoor wil je gecompenseerd worden voor in, een, in, een, in, een, in een goed wat zijn waarde over tijd meeneemt. Want je wilt kunnen sparen. Dus dat je kunt, nu kun je. Creëren, wat je kunt produceren. Je wil dat wat, je, wat het oplevert, wil je meenemen naar een onzekere toekomst. Want je weet niet of je morgen nog te eten hebt. Dus je moet geld meenemen. Op dit ogenblik kan het niet. De euro is kapot. Weet je? We hebben, ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zie mijn boodschappen, zie ik gewoon 65% duurder worden in ja. een relatief korte tijd. Ja. En ze waren al verdubbeld, bij wijze van spreken. Dus dat, ja, ik, ik, wat dat betreft, uh, hoe incompetent onze overheid ook is, um, eigenlijk kunnen ze er niet zoveel aan doen. Nee, nou ja, het, het zou misschien wel helpen als ze in ieder geval niet ook nog olie op het vuur gooien. En ik heb wel het idee dat dat nu. Alles wat, gaande ze, is. Maar alles wat ze doen zou olie op het vuur gooien. Ja, zijn... nou ja, ik bedoel, als je... Nou, niet alles, als je zeg maar... De invloed van jezelf gaat beperken. Dus je gaat... Die belastingen... Uh, Een je, die belastingen naar beneden schroeven. Of... Weet je, we zijn gewoon die, er was, ik zag bij Arno Wellens op zijn website staan. Dat... Uh, de Duitse landbouwminister van De Groene heeft gezegd dat... Honger acceptabel is voor biodiversiteit. <laughs> van, ja, ja. Mensen moeten dan maar wat minder eten als we maar de biodiversiteit van onze wereld en van ons land een beetje kunnen behouden. En ja. Zelfs wat Kaag van mij vandaag zei over, um, um, ze wil eigenlijk niet compenseren, heeft ze gezegd. Zeg maar, wat dus Engeland aan het doen is en Duitsland aan het doen is, dat wil ze niet doen. Want ze erkent eigenlijk dat een deel van de uh, gevolgen komt uh, door de uh, energietransitie. Die ze voor het klimaat, zeg maar, hebben gedaan. We hebben dus. Ja. Als we gaan compenseren, ja, dan gaan mensen dus gewoon weer gas en allerlei dingen gebruiken. Dat wil ik niet. Zeg maar. Je moet gewoon minder energie gaan gebruiken. Yes, dat... we, we moeten gewoon naar de middeleeuwen terug. Ja. Want dat is goed voor het klimaat. Ja, Precies, dat en dat heeft, dat, dat heeft ze letterlijk zo gezegd. Maar, in, maar, uh... maar denk je, want ik, 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 bedoel, ik ben ervan overtuigd dat die mensen allemaal uh, uh, zonder dat ze het zelf weten, lid zijn van een soort cult. Ja. Je? Het lijkt op een soort cult. Uh, uh, wat ze geloven, uh, het, is het utopische onzin. Ja, het, is, het is gewoon een cult. Het is, het is een cult, ja. En die, uh, maar het kan ook zo zijn, kijk, er gaat honger komen. Dat zit er aan te komen. Er gaat ook een uh, 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 echte armoede gaat terugkeren mm -hmm. in Europa, zoals we dat kenden in de middeleeuwen. Mm -hmm. uh, gaat ook, uh, het gaat gewoon heel slecht worden. Mm -hmm. Dat is onvermijdelijk de Markt gaat corrigeren. We, mm -hmm. we leven al decennia in een bubbel en die bubbel is aan het ontploffen. Mm -hmm. En dat betekent dat het resultaat is dat we dus met z'n allen terug moeten gaan betalen wat we schuldig zijn. Weet je, en dat zijn generaties. Die gewoon met gecreëerd geld uh, hebben geleefd. Die hebben op de pof geleefd. Mm -hmm. En nu is het tijd om het terug te betalen. Mm -hmm. Ik denk dat die, als zij zegt van ja, een beetje uh, honger is goed voor het klimaat, weet ik wel, dat, dat soort uitspraken. <laughs> Ze weten, die honger komt er toch wel. Laten we het maar proberen te verkopen. Mm -hmm. Weet je, het is gewoon, het, het, is, het, is, het is doorzichtig en het is makkelijk. Mm -hmm. Maar het is wel, het is natuurlijk van alle tijden. Weet je, ik bedoel, de um, politici die misbruik maken van dingen die toch wel. Plaatsvinden door het narratief te spinnen. Dat, uh, volgens mij heb ik dat al besproken. Ze hebben van die oude Sumerische kleitabletten gevonden, 2000 voor Christus, zoiets. En daarin stond: uh, hebben ze een tablet gevonden waarop de, de, de zonnecyclus werd uitgelegd. En er stond bij, ze hebben dat schrift hebben ze vertaald. En er stond bij van ja, dit is geheime informatie. Dat mogen niet van mensen weten. Waarom? Omdat de machthebbers het argument gebruikten van als jullie niet doen wat, uh, jullie, wat, wat we zeggen, dan blazen we de zon uit. <laughs> en om, te de, om hun macht te demonstreren, uh, yeah, yeah, yeah. de, maakten ze gebruik van de, van de zonsverduistering die om dezelfde tijd ja. Uh, yeah, 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 yeah. En dat, um, dat is dit een beetje. Mm. Weet je? Ik bedoel, de zonsverduistering kun je niet stoppen. Net zo goed als dat je een marktcorrectie niet kunt stoppen. Um, we zitten daar nu in. Er is geen discipline in die markt geweest de afgelopen decennia. Die kun je niet van de ene op de, dag, de andere dag opeens invoeren. Ik bedoel, dat is ook nog een ding. We hebben voorbeelden gezien in de jaren tachtig. Uh, de UK, Margaret Thatcher, in, uh, uh, in, in Amerika was het Paul Volcker. Die hebben keihard ingegrepen in die economie. Die hebben de rente verhoogd. Die hebben eigenlijk. Die zijn van de, van de afgrond weggestuurd. En. Um, en het bizarre is, dat is mijn jeugd geweest. En ik kan me goed herinneren uit mijn jeugd dat bijvoorbeeld Thatcher had een ontzettend slechte reputatie mm -hmm. Want de arbeiders en de armoede en weet ik veel wat, wat ze allemaal. Ja, zij was, een, zij was de markt gecontroleerd aan het corrigeren. Maar met grote economische schade tot gevolg. Maar ja, dat is wat je krijgt als je een, 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 een aanstaande explosie in hyperinflatie wil afwenden. Dat betekent dat je dus de geldhoeveelheid in de markt extreem moet terugbrengen. Nou, zij heeft dat gedaan. Paul Volker heeft dat ook gedaan. En dat, um, dat is het enige wat je kunt doen. En nou, daarmee kun je het uitstellen. Maar ja, dan komt er een nieuwe generatie. Weet je, Paul Volcker is dood, Thatcher is dood. We, alle mensen die toen uh, dat ge, ge, gecorrigeerd hebben, wat er gebeurde, die zijn dood. En uh, ja, nu zit er een nieuwe, uh, een nieuwe generatie politici. En die, moeten, ja, die hebben gewoon niet uh, de ballen die Thatcher en, uh, en Volcker hadden. Mm -hmm. ja, je had het vorige week over de um, milkshake Theory. De dollar, de dollar milk ja ik... van Brent Johnson. Ja. Want ik, zat, um, ik zat op, op Twitter um, te kijken naar een, um, een, 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 een analyse van wat er zou gebeuren nu met die, al die price controls die ingesteld gaan worden. Dus uh, in Europa willen we dus de, de, het prijsniveau van energie, of tenminste, de politici, willen dat onder een bepaald niveau houden. omdat het inderdaad, uh, nou goed, ik denk dat die honger, en dat, dat is er al. Ik zag ook een. een en, uh, ja, het, het voedsel was op bij een van de voedselbanken in Zuidoost, volgens mij in Amsterdam. Ja, maar er zijn ook, men ook mensen die zelf zeggen, ja, weet je, ik eet gewoon af en toe een paar dagen niet, omdat ik anders, weet je, omdat ik dan de maand kan overbruggen. Dus dat, die honger, die is, die is er gewoon al. Ja. En nu gaan ze dat dan inderdaad uh, compenseren op een manier dat het probleem niet meer erg wordt, namelijk een, een cap op de echte prijs en vervolgens het, het verschil bijdrukken, dus de inflatie nog verder aanwakkeren. Maar, ja. Want dat, dat moet je even uitleggen. Want, want price controls zijn altijd doen hun intreden op het moment dat uh, voorafgaat aan hyperinflatie. Mm -hmm. um, ik, ik heb net uh, uh, When Money Destroys Nations' gelezen, mm. een verslag van de hyperinflatie in Zimbabwe, en dan zie je ook dat die price controls toen heel snel in intreden. We zien het nu ook in Turkije bijvoorbeeld. Je ziet het in Zuid-Amerika. Komt het regelmatig terug. Uh, en we gaan nu in een westers land dat krijgt wat echt. Fucking ondenkbaar is, maar we gaan dat nu hier krijgen. Wat, wat is het effect van price controls? Waarom werkt dat niet? Nou ja, het is, het is, het is een, een economie gaat eigenlijk maar om twee dingen: dat is vraag en aanbod. En dat moet in balans zijn met elkaar. En, um, en dan, wat je hebt in een vrije markt, is dat zeg maar het aanbod, hoeveel het aanbod en hoeveel het vraag, die resulteert in een bepaald prijspunt. Mm -hmm. Zodat je precies genoeg uh, vraag en aanbod op elkaar afgestemd hebt. En dat kan je misschien heel, heel makkelijk illustreren, zeg maar. Iedereen zou een, uh, een Lamborghini kopen voor 10 euro. Dus ja. dan heb je mega veel vraag. Um, um, maar niemand uh, misschien... Of heel weinig mensen voor een paar miljoen. Ja. En dat werkt met elk product zo. Bij een bepaalde prijs heb je een bepaald aanbod... Uh, een bepaalde vraag, maar ook een bepaald aanbod. Want je product vervaardigen kost gewoon iets. Ja. Um, dus als jij... Minder moet vragen dan het dan, dan jouw kost, of dat jij het zeg maar um, voor over hebt om daar tijd aan te besteden, dan ga je het niet produceren. Ja, dus die vraag en aanbod dat, dat moet op elkaar afgestemd uh, um, zijn. Op dit moment is dat in, in feite zo bij energie, maar nu wil dus de overheid zeggen: van ja, oké, okay, je mag maar een max hoeveelheid um, vragen voor jouw gas, uh, wat nu via een omweg naar Nederland komt, wat dus extra door die omweg extra kost. Ja, dan Gaan de aanbieders zeggen van ja, maar dan ga ik het niet leveren voor die hmm. prijs. Ja. Dus dan moet de overheid gaan zeggen. Nou, okay, dan, dan gaan we het verschil tussen de vraag, het zeg maar, equilibrium, wat, wat de markt zelf had gezocht. En wat wij als markt willen, gaan we dan gewoon subsidiëren met geld. Dat is wat ze nu willen doen. En dat, dat, dat is wat ze nu willen doen. En dan ga je dus inderdaad geld bijdrukken en het probleem um, verergeren, doordat je de euro in dit geval um, nog minder waard maakt. Ja. En ik zag een hele interessante analyse op, op, op Twitter die ook inging op de. Op de Dollar Milkshake Theory, wat, wat eigenlijk inhoudt dat waar we het voor mij vaak over gehad hebben, dat omdat Amerika de reservemunt van de wereld heeft geleverd, de dollar. Mm -hmm. um, en alles um, of heel veel landen dus dollar schulden hebben of, en, of dollar juist reserves hebben. Heel veel producten worden afgerekend in dollars. Neem bijvoorbeeld naar de deal waar we het over gehad hebben met saoedi arabië die al hun olie verkopen in, in dollars. Dat is natuurlijk. Ja. Dat betekent dat er vraag is naar dollars. Dat mensen die olie willen hebben, die gaan, moeten dollars kopen om die olie te kunnen uh, ja. kopen. Dus er zit, er zit heel veel kracht zeg maar, in het feit dat er een, 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 een bodem van dollars, zeg maar, onder heel veel producten en landen en diensten uh, ligt. En wat je dus gaat zien, op het moment dat de, dat de euro en andere um, munteenheden... zeg maar, hun. Wat ze dus gaan doen, ze gaan hun, hun, hun eigen geldvoorraad vergroten om. Dollars te kunnen kopen uiteindelijk. En dat effect zorgt ervoor dat de vraag naar dollars nog groter wordt. en dus de dollar nog sterker wordt. en er een steeds grotere disbalans gaat ontstaan. van dollars en andere valuta. Ja. En mensen in andere landen steeds meer van hun eigen geld nodig hebben. om dollars te kunnen kopen. En dan nou goed, dat is. Dus uiteindelijk dan klapt dus. en het begint dus in emerging markets. En vervolgens gaat het dan door naar de, de Westerse niet-dollarlanden. Ja. Om uiteindelijk pas op het laatste moment uh, in Amerika, zeg maar, echt. Uh... Nou, en, en wat je niet moet vergeten: dat is een situatie die is uh, actief gecreëerd door bijvoorbeeld het IMF en de Wereldbank, omdat uh, bijna alle leningen die die organisaties uitschrijven, mm. zijn in dollars. Mm. En het probleem is gewoon van als jij een dollarlening aangaat, dan moet je de rente in dollars betalen. Mm -hmm. Nou, als die dollars duurder worden of schaars worden, weet ik veel wat, en jij bent uh, ergens lokaal iets aan het produceren voordat je koffiebonen moet verkopen. En jij verkoopt niet aan Amerikanen en krijgt dus automatisch dollars. Maar jij verkoopt bijvoorbeeld aan Europeanen en je krijgt euros. Dan moet je die euros omwisselen naar dollars. Dat betekent dat er euros worden verkocht. De, 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 de vraag... Naar uh, dollars neemt toe, want jij moet je, uh, je, je rente betalen in dollars. En het aanbod van euro's, uh, 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 of sorry, de, de, nou goed, het aanbod van, van, van dollars neemt af, want de vraag neemt toe. Mm -hmm. En die euro's, ja, die, die ben je op de markten aan het zetten, terwijl je, je, je neemt dollars en je, en je geeft. Euro's. Dus de, de, je hebt meer en je hebt de, daarom steeds meer euro's nodig. Dus je moet steeds harder werken, je moet steeds, steeds. meer koffie verkopen ja. mm -hmm. om dezelfde hoeveelheid dollars uh, mm -hmm. te betalen. Nou, dat, dat is wat die do, uh, dollar milkshake theorie theory uitlegt. Dat je dus inderdaad uh, in een soort vicieuze cirkel terechtkomt. Waar het heel goed mogelijk is dat ook de dollar uh, intern in Amerika. Dat daar 30% inflatie is, bij wijze van spreken. Maar, maar het perspectief van ons als Europeanen is dat de dollar omhoog gaat. 20% ten opzichte van de euro. En mm -hmm. zeggen, hoe kan dat nou? We hebben ongeveer dezelfde hoeveel, uh, hoeveelheid geld. Of sorry, we hebben dezelfde hoeveelheid inflatie. Ja, leuk en aardig. Maar er is gewoon nog veel grotere vraag naar dollars. En daarmee kunnen de Amerikanen eigenlijk hun, expo, hun uh, inflatie een beetje exporteren. Mm -hmm. En, dat, uh, en het, je hoeft niet dollars te hebben. Het mag ook iets zijn wat je produceert. Dus Japan, die heeft exact hetzelfde gedaan. Maar Japan exporteert zoveel goederen. Dat er gewoon. Zij kunnen heel makkelijk dollars vragen voor die goederen. Dus zij kunnen gewoon zeggen van nou weet je wat, wij verkopen uh, een olieinstallatie aan Saudi-Arabië en dan zeggen ze van, nou weet je wat, wij willen uh, dollars hebben. Of yen, weet je, als ze yen vragen, hop, dan kunnen zij een eigen inflatie uh, exporteren. Maar in ieder geval, wat ze niet zullen accepteren is bijvoorbeeld een, een munteenheid die zwak is. Ze zullen geen Venezuelaanse bolivar accepteren, mm. bij wijze van spreken. Want ja, wat, wat, wat heb je daaraan? Niks, weet je. Dus er is gewoon een, een drang naar alle partijen... om een zo hard mogelijke munt uh, uh, te hebben. Mm -hmm. weet je. Want als je dat kunt doen, kun je inflatie exporteren. En Amerika heeft dat gewoon de afgelopen 50, 70 jaar heeft dat, uh, heeft dat gedaan. En nu zie je opeens dat Rusland heeft gezegd van... nee. Wij niet meer. Weet je waarom? Wij produceren olie en gas. En we willen het wel verkopen, maar alleen maar voor iets wat hard is: mm -hmm. goud, bitcoin. Of een munteenheid uh, die wij zelf controleren, namelijk de rubbel. Dus dan ga je maar lekker in rubbels afrekenen. En in eerste instantie was dat bij partijen die vijandig zijn, omdat ze ook een geopolitieke kaart spelen daarmee. En, en India in hun invloedssfeer trekken daarmee. En, en andere landen die afhankelijk zijn van hun uh, olie en gas. Dat is, uh, ja, ze speel, Ik bedoel, Poetin speelt dat gewoon heel slim. En ik snap de woede vanuit Europa. Het gaat helemaal niet over de Oekraïne. Het gaat over het feit dat we niks meer in de melk te brokkelen hebben. Mm -hmm. We kunnen niet naar. Uh, Poetin gaan en zeggen van als jij dat doet, nou dan doen wij niks meer. Puntje, puntje, puntje. Dan kopen we geen olie meer. Nee, je kunt niet zeggen we kopen geen olie meer. We zullen altijd olie moeten kopen en we gaan er alleen maar meer voor betalen. En omdat Europa daar zo boos om is, uh, dat ze daarmee eigenlijk een soort van in, in een inflatiespiraal terechtkomen, maar ze kunnen niks doen. En het bizarre is dat geldt niet voor Nederland. Dat is het echt het kankzinnige van dit hele... Wat bedoel je? Omdat wij een van de grootste gasvelden ja. in Europa hebben. Mm -hmm. wij, Nederland zou een normale energieprijs kunnen handhaven. Wij zouden gewoon, terwijl heel Europa naar de pleures gaat, zouden wij gewoon een gezonde energiemarkt kunnen hebben. Mm -hmm. Want daar hebben we genoeg. We hebben, wat was het? Uh, duizend miljoen eh, eh, kubieke meter gas. Ja. Ik ik weet, ik hoeveelheid uh, gas hebben we nog in Groningen. Daar zouden we. Weet je, ik bedoel, en, en dat is het ergste. Dan krijgen we zo meteen. Price controls vanuit Europa. Dat betekent dat er in Brussel, want reken maar dat die gaskraan in Europa open gaat... maar Brussel gaat bepalen dat we daar niet een reële marktprijs voor mogen hebben. Ons, eigen, ons gas. eigen gas. Ja. Dus wij worden zo meteen gedwongen door uh, Brussel om ons gas voor een bodemprijs te verkopen aan de andere Europese landen. Want. Uh, 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 het collectief, weet je, we moeten goed voor elkaar zorgen. Ja, tuurlijk moeten we goed voor elkaar zorgen, en ik vind het ook heel naar. Uh, maar het spijt me. Het is wel Nederlands gas, en het is niet helemaal eerlijk dat wij gedwongen worden om dat aan de Duitsers uh, uh, weg te geven, terwijl de Duitsers met, met, met hun, hun kerncentrales aan het sluiten zijn. Ja. Weet je totaal, ik bedoel, dat land wordt bestierd door een stel groene, waanzinnige cultmembers die, uh, <laughs> die alleen maar hebben klimaat, 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 klimaat. Duitsers zelf zijn niet meer in staat om rationeel na te denken. En uh, ja, dan moet Nederland het probleem gaan oplossen met onze gasvelden. En dat is bizar. Dus in plaats van dat Nederland een reële prijs krijgt voor gas en we, en, of in ieder geval dat Nederlanders een normale uh, prijs zouden betalen voor dat gas, of Nederland rijker, zou, weet ik veel, iets nuttigs wordt gedaan, mm -hmm. gaan we gewoon mee in de Onzin. En dan gaan we gewoon onze gasvelden leegpompen en dat gaan we weggeven aan Duitsland. Je hebt van me af of het, uh, of het open, open gaat. Ik kan me even niet indenken dat gezien de echt bizarre prijsstijging van energie, dat er dat. Ik, ik denk dat, uh, dat Europa zijn poot niet stijf gaat houden richting, richting Poetin. Je zag in Italië al dat um... Nou, daar gokt Poetin toch op? Die gokt op een opstand. Gazprom ja. heeft gewoon zoiets van. Want dat is dat Gazprom had zo'n filmpje gemaakt over de hongerwinter ja. in, uh, in Europa. Ja, dat is gewoon propaganda. Maar, maar, dat... hoe, maar hoe, wie was die guy in Italië? Die, er, was, er is een van, ik weet niet of het de premier is, maar is Silf... Hoe heet die gozer nou? Van die five Star movement. Maar die heeft gezegd dat ze moeten stoppen met de spelletjes met Rusland. En heeft gezegd, we moeten nu gewoon die, de sancties opheffen... en die gaskraan weer open draaien. Ja. Dat is de eerste, um, volgens mij, EU-politicus... Um, um, zeg maar, daar zit ze maar ook in de regering, die dat dus gezegd heeft. En dat is volgens mij de eerste barst in... Het, het, het front van de EU, van we moeten iets doen tegen, ja. tegen Poetin. En ik hoop dat meer mensen volgen. Dat, dit is de eerste. En als, als de rest, als er dan meer landen dit gaan doen, dan, ja, dan gaat die gaskant volgens mij heel snel weer open. Ja, dat zou je zeggen. Um, ik denk dat het dan nog lang duurt voordat de bol weer herstelt. Hè? Want je, je hebt uh, de kans is heel groot. Dat, kijk, prijzen gaan niet zo makkelijk naar beneden als dat ze omhoog gaan. Dat zie je ook met die benzineprijs. Weet je? Een soort van de uh, hop, twee, twee dubbeltjes op een dag erbij. Uh, maar als de prijs van olie weer daalt, dan gaat er maar 10 cent af. Weet je? En dat, dat zie je steeds. Dus uh, waarom is dat? Omdat het kostenplaatje van dat soort bedrijven er ook vaak anders uit uh, komt te zien. Oh, er is inflatie. Oh, mensen moeten meer verdienen. Je krijgt die loonprijsspiraal. En dat betekent dat, dat gaat niet meer naar beneden. Weet je, er is een, er is een opname van uh, uh, Van der Leijen. Die, die, die zegt gewoon, het is echt ongelooflijk, die zegt... Um, uh, misschien was het Lagarde, maar ik dacht dat het Van der Leyen was. Mm -hmm. Die zegt: Inflatie is een hamp, zegt ze. En wat ze bedoelt is dat de vorm van de grafiek er zo uitziet. Dus dat je gaat naar een piek toe en dan neemt de inflatie weer af. Leuk als je het over inflatie hebt, maar zelfs al, ten eerste is het niet zo, maar stel dat het zo zou zijn en je, je inflatie neemt af. De, de prijzen nemen niet af. Als je inflatie naar, naar 30% gaat en daarna naar 0%, dan blijven die prijzen nog steeds op het niveau. Die ze waren op het hoogste punt. Mm -hmm. De inflatie neemt af. De, de prijzen groeien of stijgen minder snel. Maar ze dalen niet. Nee, ze dalen pas als we te maken hebben met deflatie. Ze heeft gelijk van inflatie is een hamp. Ja, tu de, laat ik zo zeggen, dat kan fluctueren hoeveel inflatie er is. Dat hangt er vooral van hoe je het meet. Maar dat die prijzen niet meer naar beneden komen, dat is een gegeven. Ja, maar dat is dus omdat inflatie is een groeicijfer is. Ja. Toch? Dat je dus. Precies, ja. Dus, dus als we nu zoveel jaar inflatie hebben van 15, weet ik veel, 10, 20 of hoeveel procent het ook is, dan heb je dus een prijsstijging gehad. Op een gegeven moment, als je inflatie nul is, dan betekent dat je prijzen niet meer stijgen. Maar ook maar. niet dalen. Maar ook niet dalen. Dan, ja. dan moet je naar het negatieve gaan. Dat, dat sowieso. En ik was gisteren bij een lezing van Lex Hoogdaan. En die zei van dat op het moment dat je dus dit soort correcties gaat doorvoeren. Mm -hmm. hij, was, hij zei dat hij voor een. een, een, een wat was het nou? Een, een uh, rente was van 5%, geloof ik. Zei. van dan, ja. dan komen we er weer uit. Ja. Uh, maar dan nog zegt hij, ga je de effecten daarvan pas over 1 à 2 jaar merken. En dan heb je het dus over, voor mij dus überhaupt, dat de prijzen niet meer zo hard uh, ja. stijgen. Maar je moet inderdaad naar een, je moet, de inflatie nul is... Is leuk, maar het is niet. Uh, ja, dan heb je je prijs maar nog steeds op een niveau gebracht wat, wat mensen niet kunnen betalen. Ja, de enige manier om prijzen te laten dalen. of eigenlijk er zijn twee manieren om prijzen te laten dalen. Dat is de, de vraag moet afnemen, dan dalen prijzen. Of het aanbod moet toenemen, dan dalen prijzen ook. Maar hoe ga je in godsnaam uh, het aanbod laten toenemen op het moment dat er gewoon gesoden meter is met, met, met je grootste energieleverancier? Het kan. Stel je voor dat wij. In een maandtijd uh, heel Europa zouden vol zitten, met, vol zitten met kerncentrales. Mm -hmm. Dan gaat de energietransitie lukken. Mm -hmm. Als dat kan. Maar dat kan niet. Die, die capaciteit is er niet. Weet je, zoiets kan niet zo. ik bedoel, ik, ik had een verhaal gelezen, alleen al de uranium die nodig is om de energiebehoeften van Europa uit atoomenergie te halen. Mm -hmm. uh, en uranium is dan. Dat is, dat, 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 ik bedoel, dat is niet meer wat ze nu helemaal zouden gebruiken. Want je hebt ook die thoriumreactors en dat wordt op een andere manier verrijkt. En is veel efficiënter, weet ik veel. En dat. Um, maar goed, stel dat ze dat ze oude reactoren zouden bouwen en het, het zou op per moeten Dan nog steeds is dat niet leverbaar. En um als het al, als er al de capaciteit was om zoveel kerncentrales te bouwen, dan zou China ze wel gebouwd hebben, weet je? Want die, is, die, die, ik bedoel, die bouwen een hoge snelheidslijn in een half jaar tijd, bij wijze van spreken. Ik bedoel, die zijn super snel met bouwen. En die hebben een groot energieprobleem. Maar ook daar, daar merk je gewoon, hun probleem heeft meer met water te maken. Want ook die, 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 die kerncentrales moeten gekoeld worden. Maar dat hebben we in Nederland weer. We hebben gewoon heel veel water hier. We liggen onder waterniveau. Wij, wij zouden echt een. In Nederland is wat dat betreft in potentie heel energierijk. Ja. We hebben de zee, we hebben wind, we zijn plat, we hebben uh, als we kerncentrales hebben, hebben we water om het te koelen. We mm -hmm. hebben, uh, nou goed, weet je, Nederland is wat dat betreft goed gepositioneerd. Nee, nou ja, dat, dat is natuurlijk wel het ding we hebben eens over gehad, maar we hebben los van het mega megagrote uh, gasvat hebben we ook gewoon twee kerncentrales die we niet meer gebruiken. Oh ja? Die het maar, staan uit. Ja. Ja, die, die staan borselen uit. Borstelen en, en petten. Petten is niet een, uh, een energiecentrale, is een, uh, Niet de, meer, nee. Het wordt nu gebruikt voor onderzoek en. Maar de, het is ook een hele kleine uh, uh, kernreactor en die uh, uh, wordt voor medisch. Uh, ja, klopt. Uh, als je bestraald wordt, ja. dan, daar komt het verrijkt. Het is, uh, precies, dat maakt. maar dat is een van Rome. Maar dat is nu het gebruik wat ze gedaan hebben nadat het gebruikt werd zeg maar voor energieopwekking. En dat kan je, je zou kunnen teruggaan naar. Uh, ja, we gaan het weer gebruiken voor energieopwekking en dan heb je, want dat blijft. Dat is de grap, want het, 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 het probleem met de kernenergie is dat de investeringskosten mega hoog zijn. Om het een het bouwen van centrale kost echt miljarden en vaak ja. jaren tijd tegenwoordig zijn we daar wel iets uh, iets sneller in. Uh, maar alsnog hebben wij ze al staan. Die investeringen hebben we al gedaan en je ja. zou dat kunnen gaan uh, gaan weer in gebruik kunnen gaan nemen en vervolgens. Um, inderdaad, dat is echt de allergoedkoopste energieprijs... die je kan bedenken, komt van kernenergie. Ja, nou het probleem is dat kernenergie ook een hele slechte naam heeft. En uh, nog steeds heeft, ondanks dat heel veel mensen wakker aan het worden zijn... zoiets hebben van, maar wacht even, die, die jaren zeventig kerncentrales... die we kennen als in Tsjernobyl en, uh, uh, hoe heet het, um, uh, Fukushima. Um, dat, ja, we, zijn, we zijn een heel stuk verder, weet je. Ik bedoel, mm. kijk wat techniek gedaan heeft de afgelopen, uh, wat is het, 50 jaar... Dus dat, uh, we zijn gewoon veel verder. Dus het zou mogelijk moeten zijn om gewoon veel veiligere en efficiëntere centrales te bouwen. En het kan ook. Het enige is: van, het gebeurt niet, omdat in Duitsland de groenen de meerderheid hebben en die willen het niet. Uh, Duitsers zijn ontzettend conservatief ook die kant op. Dat is echt vervelend. Mm -hmm. Want die hebben zoiets van, ja, we willen geen olie en gas meer... maar we willen ook geen kerst. Het moet allemaal... wind- en uh, zonne-energie zijn. Ja, en succes. De, ja, maar het, het, ze hebben die zonnepanelen... Uh, ge, gefinancierd, weet je. Dus iedereen die... die zonnepanelen had, dat, heel lang werd dat gesubsidieerd. Die dingen zijn ook gewoon gemaakt van plastic. Dat is gewoon een product uit de olie- en gasindustrie. En het komt allemaal uit China... en transporten en weet ik veel wat. En dan om nog over die gigantische windmolens dan maar te zwijgen... los van de ellende die het veroorzaakt... in het, in het, in het beeld... Als je het over natuur hebt, wat doen die dingen daar? Mm, mm -hmm. het, het, het is niet eens een oplossing. Weet je? Het is geen stabiele energietoevoer. En zelfs, zelfs als dat is, want dan, we hebben nu een probleem dat. Uh, we hebben eigenlijk zeg maar, een duaal systeem. Nederland is best wel um, een van de landen die het meest van gas gebruik maakt. Weet je? Ja. We, we, we gas stoken, verwarmen onze huizen en we koken erop. En dat, is, uh, dat, dat doen we volgens mij als geen ander land, in ieder geval in Europa, misschien wel in, in de wereld, dat weet ik niet. Dus we zijn, en dat is op zich, we zijn dus aan de ene kant afhankelijk van gas, maar aan de andere kant uh, hebben we dus ook een hedge dat we niet alles over het elektriciteitsnet moeten doen. En dat zie je nu dus op plekken waar gasloos ja. wordt gebouwd. En dus we niet zeg maar twee vormen van energie kunnen gebruiken om ons huis te verwarmen of te koken, wat dan ook. Dan dus zie je dat het energienet overbelast wordt. Dat zie je vooral in het zuiden van Nederland gebeurt dat ja. al al Vaak genoeg, maar dat wordt alleen nog maar erger als we die hele gaskraan dicht gaan, gaan gooien en helemaal alleen maar op elektriciteit ingaan. Dat kan ook gewoon niet, nee, nee dat ik, ik vind dat een heel mooie. Weet je, wij worden uh, ge, geterroriseerd door utopisch denken, mm -hmm. dus dat betekent dat um, uh, iedereen denkt altijd van ja, nee, maar in, het zou zo moeten werken, dus dan moeten we dat daarna handelen dat het zo zou moeten werken. En dan komt zo'n idee vaak in botsing met de werkelijkheid, en mm -hmm. dan uh, ja, dan, dan, dan stort het in elkaar, dan blijkt het loszand te zijn. En een van die ideeën is van ja, groene energie. Uh, weet je, energie is energie, toch? Ik bedoel, je stek in het stopcontact, dat komt energie uit. Weet je, er staat spanning op, dus dan, dan hebben we stroom. Maar zo werkt het, uh, het elektriciteitsnet niet. Mm -hmm. En het probleem met die, met die unreliables, zoals het heet: dat is wel groene energie, is dat ze gewoon heel. Uh, onstabiel zijn. Weet je, het moet waaien om uh, windenergie uh, opgewekt te krijgen. Het moet, de zon moet schijnen voor, voor zonne-energie. Dat doet het niet altijd. En dat betekent dat de, de momenten waarop. Energie voorradig is, niet altijd de momenten zijn waarop de vraag hoog is. Dus je krijgt een hele onstabiele situatie in dat, in dat net. En dat is ontzettend moeilijk om te managen. En in, in, uh, in Californië is dat nu, dat ja. ze op een gegeven moment zeiden van ja, mensen met een elektrische auto, kunnen jullie alsjeblieft even niet chargen. Ja. Dat net kan het niet aan. Ja. En dat is, uh, ja, dat, is, dat, dat is echt een heel groot probleem. Dus los van het opwekken van energie, is het grootste probleem het transporteren van energie. En als die vraag en aanbod niet op elkaar uh, afgesteld zijn. Krijg je dan Loopt het gewoon vast en is het mm -hmm. gewoon klaar. En dat is bijvoorbeeld waarom, uh, uh, die datacenter in de, in de Wieringer waard heb je dat in Noord-Holland en je hebt ze ook in Groningen, uh, die datacenter-centra uh, krijgen betaald vaak om energie af te nemen in de piekperiodes, omdat uh, of de of piekaanbodperiodes mm -hmm. als er niet piekvraag is, omdat ze kunnen het niet kwijt mm -hmm. weet je? je kunt niet een. Uh, uh, laat ik zo zeggen: je kunt energie niet opslaan, weet je. Het moet afgenomen worden en anders, ja, uh, loopt de boel vast. Mm. Weet je, dat kan niet. Je, je kunt wel natuurlijk uh, uh, windmolens uitzetten, bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook Dat zie je ook heel vaak. Dan waait het zijn die dingen stil. En wat is dat nou weer? Of um, ze lekker olie uh, ja, zo, uh, moet het uh, zijn uh, of zo? Ja, zoiets vliegen ze in de fik. Dat krijg <laughs> ja. je ook, maar um, maar goed. Weet je, dus daar, daarin zie je gewoon verder ja, dat, dat dat hele energiesysteem moet totaal anders en. Om heel eerlijk te zijn. Ik denk, dat daar is nu helemaal niet het geld voor in deze krankzinnige periode. Uh, weet je, ze willen, in een, ze willen een crisis aanwenden om die energietransitie erdoor te krijgen. Mm -hmm. Maar in die crisis ga je dit niet voor elkaar. Ik bedoel, die crisis is ac acuut. En we moeten nu een oplossing hebben voor die crisis. En ja, de op, wat is de oplossing? Weet ik veel kerstcentrales bouwen, wat jaren gaat duren. Ik wil het is gewoon nee, aanzetten. Ja, wat er is kunnen ze aanzetten, absoluut. Daar ben ik met je eens. Maar je blijft een rare situatie krijgen dat uh, uh, we eigenlijk maar één kant op kunnen: en dat is of uh, het, het gasveld in Groningen uh, de kraan openzetten, of uh, vriendjes worden met, uh, uh, met Poetin. Want dat. Uh, ja, ik gok op dat laatste. Hoe lang denk je dat het gaat duren? Nou. Nah. Ik, voor het einde van het jaar uh, we, uh, is Nord Stream 1 gewoon weer open. Ja, precies. Dat, ja. Dat, uh, en nee, maar dat lost het probleem niet op. Hè? Ik bedoel, we gaan moeten betalen. Uh, Poetin gaat niet meer terug. Die gaat niet zeggen van oké, okay, ik accepteer je euro's weer. Mm -hmm. Waardeloze euro's. Nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. Mm -hmm. Wij moeten roebels kopen. En dat wordt dus, die prijs van die roebel gaat, gaat omhoog we moeten steeds meer euro's betalen voor die robot. Dat betekent de energie blijft gewoon duur mm -hmm. en dat, um, dat gaat ook alleen maar duurder worden. Want wij hebben hier te maken met, met inflatie, uh, met superinflatie uh, voordat het hyperinflatie is. En uh, Poetin zit niet te wachten op onze uh, waardeloos wordende uh, euro's. Euro, Euro Disney uh, dollars. Ja. Uh, nee, nee, klopt. Maar ik denk wel dat het het is misschien weer even een periode waarbij we dus <coughs> lagere prijzen iets van lage prijzen kunnen zien en dus nog iets langer kunnen voorbereiden. Misschien iets, weet ik veel, koop dollars, koop goud, koop iets waardoor je na um, ja. het tegen die euro en vooral inderdaad... De, die, er zit wat speculatie in de markt natuurlijk. Weet je? Dus je hebt, uh, weet ik veel, traders die die futures uh, inkopen en denken die prijs gaat omhoog. Weet je? En dan, daardoor gaat de prijs ook omhoog als dat gebeurt. Dus dat ga je krijgen. En dan, maar het, we gaan echt niet meer terug naar energierekening van 150 euro per maand. Dat gaat gewoon niet gebeuren, dat is klaar. En dat uh, tenzij we uit de EU stappen, uit de euro stappen en een eigen nationaal energiebeleid gaan voeren mm. dus een eigen nationaal monetair beleid, een eigen nationaal energiebeleid dan is het mogelijk dat we gewoon weer teruggaan naar de uh, oude situatie. Maar goed, dan moet onze hele economie op de schoppen. We zijn zo verwoven met, met de EU en met Europa. Ik weet het niet, man. Het is een uh, bittere pil, maar volgens mij de enige uitweg. En, en meteen, niet alleen uit de EU, maar uit het idee dat we een politiek van die Jones Plantation af, gewoon direct. En weet je, laat het gewoon lekker zelf doen. En niet, uh, weet ik voor wie je dan gaan zitten, ook al zitten we uit de EU. Het is allemaal te veel gecentraliseerd. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, nou, ik vind het interessant aan het verhaal wat je, en de link staat in de show notes, maar dat, dat verhaal wat je had over die plantage. Over die plantage. Er is natuurlijk één ding wat daar niet wordt beschreven. En dat is dat er absoluut een handvol mensen zijn die daadwerkelijk vertrekken. En die hebben zoiets van: weet je wat? Ik heb liever de onzekerheid van vrijheid mm -hmm. dan de veiligheid van, van mm -hmm. gevangenschap. En die mensen, dat zijn altijd, weet je, dat is die, die, die meme van het, het festival. is een guy die gaat zijn eentje staan dansen. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment staan er allemaal mensen ja. om te dansen. Dat, is, dat zijn de mensen die je vrijheid opzoeken. Mm -hmm. En dat ga je hier ook krijgen. Er gaan mensen die gaan uit dat systeem stappen. Mm -hmm. En die, gaan, die staan gewoon te dansen. Die hebben gewoon goede tijd. Ja. <laughs> je zegt, het is helemaal niet zo gevaarlijk, man. Het is fantastisch. Het lachen hier. En mensen hebben zoiets van, fuck it, dat ga ik ook doen. Ik ga meedoen. En, weet ik wat. en dat ga je wel krijgen. weet je. En dat, en dat is dat vliegwieleffect mm -hmm. van, van, van vrijheid en voor. Wat, wat hand in hand gaat, dat is um, uh, dat gaat ook komen. En ik denk dat daaruit gaat de oplossing komen. Ja, ik vond het wel een grappige um, oplossing, die Koos uh, tweeter, een verging hebt, zeg maar, van jij, ja, het is nu gewoon voordeliger om een vliegticket te boeken naar een warm land in plaats van je energierekening te betalen. Ja. Als jij inderdaad een rekening krijgt van. 2.500 euro, volgens mij kan je gewoon een, uh, je in Portugal zitten, of geen Portugal zetten, geen Portugal ja. zetten of Spanje of zo. Ik veel. En er zijn er heel wat die dat doen. Ja. dat is echt. Uh, ik vond het ja. inderdaad en ik dacht ik vond het grappig, maar ik denk ook ja, dat kan ik me heel goed indenken. Als je um, als, als de voedselkosten hier zo, want ik vind het, ik vind, het, ik, vind het, ik vind het denk enger ook dan corona en, en de coronamaatregelen. waarbij, waarbij, ja, ik weet niet, toch had ik het gevoel van, daar kan je op een bepaalde manier nog wel omheen. Het is oh maar bevelend. dat vind ik helemaal niet. Om, dit is de markt namelijk. Wat we nu zien is de markt. En corona dat was niet de markt. Dat was angst. Dat was gewoon het virus was de angst van mensen. Maar dit is toch ook niet de markt? Er is geen vrije markt. Je hebt niet over markt. Er wordt zoveel ingegrepen in door de overheid dat er is. Nee, ik denk het wel. Dit is vraag en aanbod. Er is geen, weet je, er is geen aanbod. Het aanbod is het geworden, want het komt nu met schepen van via Turkije en weet ik veel waar het ja. vandaan aankomt uh, uit Amerika, weet ik. Dus het is veel duurder om, om die, 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 die olie te raffineren en om dat, uh, dat gas uh, van zijn boot te halen en weet ik veel. Of ze moeten aanpassen voordat het hier door de leidingen gaat. Ja, nou, die euro is niet zoveel veel waard. Ja, uh, daarom. Dus dat, maar het is gewoon de markt. En het is ook voorspelbaar in die zin. Ja, nou ja. Corona was niet voorspelbaar, omdat het gewoon, het is, het is alleen maar angst, weet je. Ik wil, ik heb discussies gehad met mensen die Echt, echt, echt heel bang waren mm -hmm. uh, voor een onzichtbaar virus, weet je? En dat mm -hmm. is gewoon, dan ben je aan het praten met mensen die heel bang zijn dat, uh, uh, weet ik wel, Rutte de zon uitblaast, weet je? Dat is de, dat is de. Die vergelijking. Mm -hmm. En dat is gewoon. De, een angst is niet rationeel. Je kunt niet onderhandelen met angst. Weet je, angst is een heel dominante emotie. Mm -hmm. En als mensen daar uh, aan te prooi vallen, dan valt er geen land meer mee te bezeilen. Nee, maar dat krijg je nu natuurlijk ook. Ik bedoel, de impact van niet eten is wel wat groter dan niet naar de sportschool kunnen gaan. En ik denk dat. die Oh de gevolgen ervan, dat ben ik wel met je eens. En zeker als je erop terugkijkt, maar de dreiging daarvan. daarvan en ik, 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 ik ben het wel, ik snap wat je bedoelt. Ik snap waar jij heen gaat. Het, het gaat. Dit gaat dramatisch worden wat mm -hmm. er gaat gebeuren. Maar in wezen, ik vond uh, wat, je, wat laat ik zo zeggen. wat ik hoop dat er gaat gebeuren. Ik hoop dat mensen elkaar nodig hebben, dat mensen elkaar gaan ontdekken mm -hmm. en uh, uh, elkaar gaan helpen. En dat zie je al heel veel gebeuren. Hè? Mm -hmm. ik bedoel, um, in, laat ik zo zeggen, in, in groepen. Mensen of in, in stukjes van de samenleving die al wat meer buiten de maatschappij staan. Mm -hmm. En zeker in bepaalde culturen is dat heel dominant. Die helpen elkaar non-stop. Mm -hmm. Als iemand geld heeft, die kookt voor. Weet ik veel, nog twee, drie families. Ja. Dat gebeurt al heel veel. Mm -hmm. En ik, ik hoop dat mensen elkaar opnieuw ontdekken. En waar ik zo ongelukkig van werd met, uh, met corona, was dat mensen bang werden van elkaar. Niet meer samen het gevaar durven te gaan. Ik bedoel, je hebt elkaar nodig. We zijn, wat is het? We zijn allemaal stofdeeltjes op een grote stofbol die met 20.000 km per uur door de door de door het heelal aan het aan het race is, weet je. Ik bedoel wat hebben we te verliezen? Het enige wat we ja. hebben is elkaar. Ja. En als je dat uh, als je dat opnieuw ontdekt en dat gebeurt altijd in die, uh, die hyperinflatiecrisis. Mm -hmm. eigenlijk in elke crisis ontdek je elkaar. Weet je, ik bedoel dat is ook zo weird, maar dat dat is de rare positieve aan een crisis. Dat heb je vast ook wel gehad. Ik bedoel je bent net naar Mexico geweest. Daar had je een bepaalde verwachting van de vakantie en die 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 is <laughs> Totaal Anders weet je, je wordt ziek, en weet ik wel totaal anders dan wat je verwacht hebt en het gaat de vakantie zijn die je nog heel lang gaat herinneren mm -hmm. en dat ik bedoel, ik heb dat ook weet je, ik bedoel, als jij een leuke vakantie wil hebben, moet je je paspoort wegflikken, <laughs> moet je kijken wat er gebeurt. Weet je, die vakantie ga je nooit meer vergeten en dat dus als er een crisis plaatsvindt, dan heb je ook echt uh, je hebt elkaar nodig mm -hmm. en dan word je aan herinnerd op het moment dat er een crisis is dat je mm -hmm. elkaar nodig hebt. En ik, ik hoop gewoon echt. Dat mensen elkaar niet te lijf gaan met uh, alles wat ze voor handen hebben, maar dat ze uh, elkaar gaan helpen. En uh, dat ze daar sterker van worden. Mm -hmm. En dat, dat vond ik het nare van corona. Corona beloofde niet veel goeds. Omdat je gewoon zag dat mensen elkaar niet gingen. Die gingen, die gingen elkaar sodomiteren, weet je. Die gingen uh, QR-codes gaan controleren, weet je. Van jij niet en jij wel, weet je. Terwijl ze zich niet realiseerden... straks hebben we elkaar allemaal nodig. Elke fucking ondernemer die die QR-code crap heeft uh, um, uh, toegepast, oh, gehandhaafd. Yeah. gehandhaafd, weet ik veel wat. Ik bedoel, sorry, maar karma-technisch gezien komen jullie aan de beurt. En dat is geïntroduceerd met, met corona. Weet je, mensen zijn tegenover elkaar gezet. En daarom. Ben ik bang dat als er zo'n energiecrisis of voedselcrisis of alles tegelijk wat er op ons af zit te komen, als dat uitpakt, dat mensen zoiets hebben van: oh ja, oh, je was toch zo van, uh, weet je, mensen met geen QR-code? En ik had geen QR en ik was toch niet welkom bij jou? En je hebt nu te eten nodig? Zo de En dat, dat ga je krijgen. En dat, dat is waarom, ik, dat vond ik. Daarom vond ik corona zo naar. Weet je, omdat mm. Nederlanders daarmee echt in het hart geraakt zijn en uit elkaar gespeeld zijn. Mm -hmm. Ja, dit is uh, grappig. Want het is precies wat ik vorige week, maar ook aan het einde van de podcast, wilde zeggen. Met waar ik denk dat we naar moeten gaan kijken: inderdaad, van elkaar weer opzoeken. Inderdaad. Omdat ja. je dan wel die structuren gaat krijgen om. Uh, we, we hebben een zwarte markten nodig. En een... die komen er wel. En, en, ja, en dat is het belang. Je moet elkaar kunnen vinden. Je moet elkaar kunnen betalen, kunnen handelen, kunnen ruilen. Uh, maar inderdaad, ja, ik, weet niet, ik moet niet als politicus, politicus klinken, maar samen de crisis door. Zeg maar. Dat, maar dat is het wel. Maar dan echt samen de crisis ja. door. Inderdaad. En dan afgescheiden zijn van het systeem wat zij aan het verpesten zijn. Uh, en ja, gewoon weer terug naar echte normen en waarden en handel. En ja, zorgen voor elkaar. Ik denk echt dat dat, dat dat... Dat is namelijk ook een reden dat we... Uh, zo zijn afgedwaald in een systeem waarbij de overheid alles regelt, dus omdat we als mensen niet meer echt die cohesie hebben zoals vroeger. Zeg maar. ja. de, vroeger had je de kerk en andere plekken waar je samen, samen kwam en was er veel meer iets horen gaat, wat je nu in bepaalde culturen en het ook nog hebt, maar dat heb je niet in het algemeen. En dat moet is wel nodig voor elke samenleving, omdat uh, omdat de, nu heeft de overheid die rol overgenomen. Wij zorgen wel voor jullie. Ja. En daardoor zijn die sociale structuren, weet ik voor hoeveel tientallen jaren helemaal geërodeerd. Ja. En we hebben nu inderdaad wel dan onder druk de, de, de uh, mogelijkheid, de kans nu zeg maar, om de crisis te gebruiken, om dat weer terug te zetten. En ja. misschien dus ook direct in te zien, waar ik de podcast mee begon, is dat we die overheid, dat systeem, die politiek vooral niet nodig hebben. Dat we, ja. dat we met onze eigen sociale structuren de meeste zaken kunnen regelen. En misschien ergens nog een beetje een centraal, klein, lokaal orgaan. Ja, maar je... het gaat toch met elkaar in botsing komen. Ik vind een heel, er is een heel beroemd sociologisch onderzoek... naar de sloppenwijken in Brazilië. En toen hebben ze gekeken. Ze, het was een soort geluksonderzoek van hoe gelukkig zijn mensen. Toen kwamen ze dus achter dat mensen in die sloppenwijken in Rio... Uh, heel gelukkig waren. En ze hadden zoiets van, hoe kan het nou? Weet je? Die mensen leven in absolute armoede. Weet mm. je? In, in een krottenwijk. Hoe dan? En toen bleek van, ja, in overleven in zo'n situatie... betekent automatisch dat je op elkaar aangewezen bent. Hmm. Ik denk dat die, uh, die mensen heel nauw met elkaar samenleefden, elkaar hielpen. En dat dat hele uh, 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 sterke banden opleveren. Dat mensen daar heel gelukkig van werden. Hmm. En dat is heel grappig. En, de, en uh, wat je dan ook ziet, is van op een gegeven moment gaan ze ook veiligheid zelf regelen. Weet je? Nou goed. En dan ook natuurlijk, oké, okay, het zijn de drugsbendes en weet ik wat. Maar dat is wel, dat zijn wel de, 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 de mensen die dan het, 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 het geweldsmonopolie hanteerden. Die komen in aanraking met de overheid op een gegeven moment. Dus dat worden schietpartijen moordpanna of andere bende, zo weet ik veel wat, mm -hmm. en dan krijg je toch weer dat geweldse element. En dat, dat, dat is opvallend dat je dat in Zimbabwe niet zo had, maar in Venezuela bijvoorbeeld wel. Weet je, dat zijn ook gewoon dat is gewoon een vrij gewelddadige maatschappij waarbij die, die hyperinflatie gewoon alle sociale structuren kapot heeft gemaakt. Mensen zijn nog steeds op elkaar aangewezen, maar ze, ze, ze roven en stelen het van elkaar. En ik ben gewoon benieuwd wat er in Nederland gebeurt. Weet je, wil zijn wij een samenleving. Die uh, waar we het allemaal van elkaar uh, gaan stelen zo meteen, of zijn we een samenleving waarbij we met elkaar proberen het, het noodlot uh, uh, af te wenden? En ik weet het niet, weet je? Ik bedoel, had het me een, weet ik veel, drie jaar geleden gevraagd. En ik had gezegd van nee, ik denk dat dat Nederlanders vrij hecht zijn en in staat zijn om uh, schouders te ronderen en met elkaar oplossingen te verzinnen. Maar na corona ben ik niet meer zo positief daarover. Hmm. Misschien is het ook verschillend waar je zit in de stad of daarbuiten. En ik denk dat in de stad de mensen zijn wat meer op zichzelf aangewezen en daarbuiten misschien nog wat zijn die structuren denk ik nog wat meer overeind gebleven. Misschien, ja, misschien. Dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Ik, nee. ik heb het idee dat de de rijkdom van de stad en dat soort opsmuk dat valt wel weg, weet je, dat duurt niet zo heel uh, lang. En ik bedoel laten we eerlijk zijn, ook in hyperinflatietijden zijn er bepaalde mensen heel erg rijk geworden, weet je? Kijk naar Venezuela en Zimbabwe en weet ik wat Daar is dat ook allemaal gebeurd. En misschien zijn dat wel de mensen die in de stad wonen omdat ze snappen hoe de aandelenmarkt werkt of omdat zij toevallig huizen hebben en dat zijn echte assets. Bepaalde mensen in die landen bedoel je. Ja, je ja, bepaalde. Ja. Mensen. Ik bedoel niet het merendeel van de bevolking, maar, nee. gewoon, maar gewoon ja, het, de elite is er vaak toch nog wel goed vanaf gekomen. Ja. Ja, Ik ben benieuwd. Yes, goed. Dit was uh, de 70ste aflevering van Vivo Valentine. We gaan door op ons premium kanaal uh, vivovalentine.com. Als je deze aflevering gekeken hebt, live gekeken hebt op YouTube of misschien luister je de podcast, dan kun je nu naar VivoValentijn.com gaan. Klik je op extra, daar staat uh, aflevering 70 extra. Uh, en als je heel even vijf minuten wacht, dan uh, hebben we hem als het goed is ook uh, in, die, uh, in die mooie balk boven gezet. En anders uh, doen we dat morgen of zodra we wakker zijn geworden en uh, alles uh, klaar staat. Dus goed, ga naar VivoValentijn.com. En voor nu, vergeet niet te liken en te subscriben uh, ons YouTube kanaal. Misschien als je luistert via de podcast, uh, even liken. Vijf sterren achter laten, weet ik van wat je app ook van je vraagt. Uh, je helpt ons daar ontzettend mee. Uh, en natuurlijk help je ons door uh, lid te worden van onze tribe, een tribe member te worden. Dat doe je ook op vivovalentine.com. Overigens kost dat wat je er zelf voor wil geven. Weet je, wij doen niet aan inflatie. Je mag zelf <laughs> kijken wat je het waard vindt. Goed, dat was hem. Dankjewel. We zien je straks op vivalentine.com. Ja, dat is nog niet ingesteld. Ah, ja. Goed, waar gaan we gaan het zo meteen over hebben. We hebben nog al.